twee vlogs in één. Ik ging namelijk zaterdag had ik een heel vaag dagje met dat ik uiteindelijk uitging en dat we helemaal was vergeten. En zondag ging ik naar Soldaat van Oranje en was super leuk. Ik heb daar een paar beelden van geschoten, maar het is niet genoeg voor één lange vlog. Dus ik heb er twee in één. Dus heel veel plezier met kijken. Doei! Ik wil niet uit bed komen. Ik heb ontbeten, een broodje ei en nu ben ik even mijn gezonde smoothie aan het maken. Want ik moet echt een gezonder leven. Tenminste, ik merk het gewoon heel erg aan mijn huid. En dat is voor mij dan een reden om gezond te gaan eten. Oké, dit is echt alweer een paar uur voorbij. Maar normaal vlog ik zeg maar alles. Alleen vandaag gingen we... Ik zet hem even hier neer. We gingen naar het graf van mijn opa. En dat is niet de opa die ik laatst had gepost. Want die was overleden toen ik 13 was, volgens mij. Nee, toen was ik net 14. En nu gingen we naar het graf van een andere opa. Maar dan ga ik hem niet meenemen. Want dat vind ik gewoon een beetje stom. Dan is het zo van, ja, leuk man. Ik film op een graafplaats. Maar die heb ik ook niet. Je mag geen vlog. Ja, maar ik ga toch niet met een wasgoed achtergrond zitten. In ieder geval, die was vandaag 15 jaar geleden overleden. Daarom gingen we daar even heen. En nu ga ik weer hardlopen. Vanavond zal ik even wat meer vloggen, maar dan kom ik op televisie. Dus ik ga even hardlopen. Doei! Nee, ik zal nog even mijn outfit laten zien. Het is echt mooi kleurrijk. Kijk. Ik kan toch echt niet, mam. Yay. Lekker gedoucht en mijn pyjama aan, want ik vond het echt lekker ook. Ik ga mezelf doen, joh. Ik vond het echt lekker om gewoon nu een pyjama aan te doen, niks te doen. Vanavond is gewoon een schuur en volgens mij gaan best wel veel mensen heen, maar ik heb echt geen zin. Want het is schuimparty en dan krijg ik helemaal schuim weer weg en ik dacht, ja. Vooral al mijn vriendinnen willen er niet heen, dus ik dacht, nou hè? Ik ben lekker thuis, kom lekker vanavond op de buis. Het is echt koud, het is echt warm buiten volgens mij. Goedemorgen. Zoals jullie zien is er gisteren geen vlog online gekomen. En dat heeft dus een reden. We gingen een vlog open, want toen zat je heel veel en dan kwam het weer. Toen dat ik het zo heb gedaan, maar ik weet het. Toen zou ik eigenlijk 's avonds niks doen, maar toen ben ik uiteindelijk opeens uitgegaan. En dan neem je de camera niet mee, dus ja, er is eventjes geen vlog. Gisteren. Maar vandaag ben ik er weer en ik ga nog Soldaat van Oranje, dus dat is super leuk. En ja, ik heb er super veel zin in. Ik ga me even douchen, want ik heb mijn make-up er niet afgehaald vannacht. En mijn haar is een beetje door de war. Ik denk niet dat ik het helemaal ga wassen. Kijk, ik heb nog een hartje op mijn wang een beetje staan van gisteren. Ja, ik ga me even klaarmaken. En ik ga met Milou naar Soldaat van Oranje en we zitten de eerste rij, dus ik heb er super veel zin in. En ik ga me even opfrissen. Ik heb weer mijn favoriete trui aan. Ik was wel echt trots op mezelf. De stem klinkt wel best wel laag. Maar ik was echt trots op mezelf. Want blijkbaar was ik dus wel. Het is echt niet dat ik veel drink of zo hoor. Maar zo nuchter genoeg. En goed nadenkend genoeg dat ik de pil heb geslikt. Wacht. Ik denk echt, hey joh. You did a good job. Ja. Yeah. Ik heb even mijn oplader gepakt voor mijn camera. Want ik wil natuurlijk vloggen vandaag. Maar ik had hem vannacht niet aan de lader gezet. Ik had mobiel ook niet. Kijk, zo snel was ik ook weer niet. Waar staat de deur net open? Ik ga even een smoothie maken. Ik zit in de auto met Doetje. Hoi! En we gaan nu naar Soldaat van Oranje. En ik ben nu liedjes aan het laten horen aan Lou. Want Lou is een moment geweest. En ik zing het. Dus zingen. En ik ben een beetje misselijk. Kijk, we zijn er. Nootjes gehaald. Oh, de meiden gaan weer vreten hoor tijdens de voorstelling. Dus lekker, lekker. Welkom voor de vlog. Hartstikke leuk man. Het is, we zitten. Eerste rang. Ik moet me echt
je nou om niks mee te gaan zingen? Eerste reactie. Echt de moeite waard. Het is echt zo vet. Het is echt cool. Echt zo cool. Het is echt mooi. Ze lopen hier, gaan hier gewoon serieus met... Hier. Hier gaan ze dan gewoon overheen rijden. En alleen nog voor de acteurs moet je hierheen. Ik zie ja. Dat jij zijn vet. En het grappige was, aan het begin, zeg maar, diegene die Erik Haasel nu speelt, gewoon best wel. Gewoon het gezin en zo, maar is prima. En ik zei, oh, hij is niet lelijk. En toen keek hij ons zo aan. En toen ging hij opeens zo maar zo lachen, maar een beetje zijn lach onderdrukken. En wij dachten echt, heeft hij ons gehoord? En nu heb ik hem in mijn story gezet, getagd. Zo van, oeh, ik ben erbij. Ze dacht van, ja. Yeah. Echt top. Ik moet me wel inhouden om niet de liedjes mee te zingen, maar is prima. Nou, wij gaan er weer van genieten. Oh, het was trouwens pauze nu. Doei. Ha. Yay, ik zit weer in de auto. Ik ben stikte net bijna. Het was zo leuk. Nu ben ik helemaal aan het huilen. Het was echt heel mooi en heel leuk en heel... Ja, dat is echt top. Vertel dat je dat zei over. Dat had toch al verteld? Nee. Dat jij echt in het echt zat, dat hij dat zag. Ja, maar dat hebben we toch al verteld in een pauze? Nee. Wel toch? Wel? Ja, wel. Ik weet het niet. Ja. Nee. Ik weet. Jezus. Maar het was grappig. Ja, ik weet zeker, ik heb het verteld. Want toen zeiden we nog, die man is op 30 of zo. Oh ja, wel met dat. Try. Ja, we gingen eens Insta bekijken. Gewoon een vrouw en een kind. Okay. Hij leek niet zo oud. Hè? Nee. Maar het was echt heel leuk. Het is echt heel cool. Het is echt top. Yeah. Ik ben gewoon moe, hè? Ik had eigenlijk moeten vloggen vlak na hem doen. We waren vet enthousiast. Nu lijkt het net alsof we... Ja, maar bij de pauze waren we ook wel enthousiast, toch? Ik lijk hier heel wit. Want laatst nog een vlog terug dat we op weg naar de Efteling, dat we daar in de auto zaten met onze pakjes aan, staartjes in. Ja. Dat we naar school reden en dat jij zat om te kleden, dat ik aan het vloggen was. Heb jij die puntje aan het aandoen en ik zit gewoon heel rustig. En die andere punt die ligt er nog. Ik dacht, toen ik auto stond, dacht ik, oh ja, van die stiepen. Nee, ja, weet ik niet. Van ons. Nee, van ons. Want we hadden hem eerder meegenomen. Nee, het van je moeder hoor. Want ik had geen één. Oh, zo. Kijk, deze puntie. Oh, daar heb ik ingezoomd. Oh, dat is niet de bedoeling. Wacht even. Oh. Maar dat was toch, wanneer was dat? Met de Efteling? Met Efteling. Efteling outfit. Schoolmeisjes outfit. Ja, dat was in, wanneer was dat? In juni? Nee, april. Nee. Het was voor examens. April, mei. April. Was het maar in juni? Was het in april? Nu een half jaar later. En de penten liggen nog steeds. Ja, leuk. Als iemand nog een punten nodig heeft die opeens in de auto zit, dan denk ik, hey. Heb ik dan. Hè? Ja. Nou, we zijn bijna thuis. Doei.